Hallo Week Legion en welkom bij The Evil Within. Dat klinkt heel duister als ik zo zeg. Ik speel het gewoon op PC, je ziet A staan, maar als ik dit doe dan zie je wel Enter staan. Deze game was in het begin echt crap op PC. Eigenlijk is die nu nog wel een beetje crap qua port en shit. Maar oké. Zal hij namelijk naar hardware settings gaan? Framelock 30, 60 of niks. Dus dit is een van de twee. Nou heb ik zelf het kunnen unlocken. En dan heb ik iets van 90 of 120 ertussenin. En dat is dus ook wat ik heb. Want zet ik hem op 30 fps, heb ik maar 25 fps. Dan lokt hij hem op. De game, zeg maar. En zet ik hem op 60 fps, dan lokt hij hem op 45 fps. Dus er is iets mis met die game. En zo als ik hem unlock, heb ik gewoon 90 tot 120 fps. En is er niks aan de hand en loopt het vloeiend. Dus dat is raar. Maar ja, door het recorden lok ik hem sowieso op 60. Dus ook al heb ik net mijn 920 normaal, door het recorden lok ik hem op 60. Voor de rest, motion blur staat uit. SSR staat aan, reflection staat aan. That's it. Er zijn niet heel veel instellingen ook. Letterbox heb ik ook gedisabled. Eerder kon dat ook niet. We hebben nu gewoon 16 bij 9. Nu zie je nog die dikke zwarte balken. Deze dikke zwarte balken, die zijn normaal ongeveer 4 centimeter, denk ik. 3,5, 4 centimeter groot. Boven en onder. Dus samen zeg maar 7 à 8 centimeter zwart beeld. Dat is normaal in game ook zo. Ik heb Letterbox uitgezet. Letterbox had dan in dat die zwarte balken weggaan. Dus we hebben gewoon 16 bij 9. Ze gingen namelijk, dat is het excuus, net zoals Ubisoft hun excuses gebruikt. Van ja, maar 30 fps voelt cinematic aan. En dan 21 bij 9 helemaal. Dat is de bedoeling van de game. En bla 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 bla. Dikke onzin, waar we willen gewoon fatsoenlijk 60 fps. En groot beeld hebben. Dus daar gaan we ook voor. Ik zal verder gaan beginnen. Het is een scary game. Ik weet dat sommige mensen daar niet van houden. Maar dat komt helemaal goed. Zoals jullie weten. Net zoals bij Outlast. Ik schrik niet echt ervan. Ik schrik eerder bij een puzzelgame zoals Talos. Dan bij Outlast. Dus die stoel die wil weg. Dat zegt maar toch helemaal niks. Daar word ik echt niet anders van. En van die monsters ook niet. Oké, soms zal het misschien spannend zijn. Dat er een van de groot monster achter je aan zit. Maar verder dan dat. Dus niet dat ik schrik, zeg maar. Dat is tenminste het doel. Dus als je graag iemand wil die acteert en spastisch doet. En zo de hele tijd zit te schreeuwen, zeg maar. Dan moet je niet bij mij zijn. Ik ben niet zo, zeg maar. Dus ja. We hebben casual en survival. Nou, standard difficulty of the weak and fearful. We gaan natuurlijk gewoon voor survival. En we gaan beginnen. Ik zal mij zo stil mogelijk houden. We hebben video's, net zoals bij Rise of Rome. Af en toe zal ik misschien een opmerking maken als ik vind dat het nodig is. Of dat het grappig is. Maar voor de rest zal ik mij vrijwel stil houden. Serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimonis on the Beacon Memorial. Is there any... Junior Detective Kid. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there.
dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Oeh, we zijn in de game. Oh, zo mooi. En we hebben tenminste een fatsoenlijk beeld. Ik kan wel laten zien trouwens wat het anders was. Voor de mensen die het echt willen weten. Gewoon even dat dingetje toe. Zit al de standaard aan zoals je hebt gezien. Yes, change. Kijk, zo ziet het er anders uit. Zo ziet de game er anders uit. Emergency call. Dan mis ik echt gewoon 8 centimeter van mijn fucking scherm. Dat is echt lelijk. Je ziet ook heel veel dingen niet. Dus dat Jezus kruis, dat zie je ook niet. Je mist veel meer dingen. Dus aan de ene kant, ik snap wel dat het spannende, je maakt het er spannender door, doordat je geen, oh fuck, dat je geen zak ziet. Maar dan moet je gewoon een betere game maken, waardoor het spannend wordt. En dat je wel dingen ziet. Dat zou fijn zijn. Kijk, maar nou zien we het hele fucking Jezus kruis. Maar niet echt op een Jezus kruis lijkt me, het gaat om het idee. Jezus kan er wel aan genageld worden, mocht het nodig zijn. Ik hoop niet dat ik mensen die heel gelovig zijn nu beledigd. Dat was natuurlijk weer niet de bedoeling. En hij zei iets met de kunst of zo. Zal wel. De game ziet er ook niet geweldig mooi uit. Eigenlijk. Ja. Wel lelijk. Laten we maar gewoon zeggen dat het lelijk is. De game is lelijk. Helemaal voor de specs die het vraagt. Want het vraagt best een zware PC. En 4 gig en videoram. Wat de grootste onzin ooit is. Wel als je dus die FPS locks afgaat, aangezien je dan 25 FPS hebt bij 30 FPS lock, een 45 bij een 60 FPS lock. Maar als je dan lockt, heb je dus 90 tot 120. En ik heb een 3 gig videokaart. Wel 780 natuurlijk, maar ja, doe maar. Hoe de fuck weet jij, ben jij een vampier dat jij bloed kunt ruiken, meneer? Ik vertrouw die lui niet trouwens. Sowieso dat hij wat heeft met die meid. Die detective, met een junior detective Kidman, en dat is zo te kijken, en zij ook, dus dat is sowieso al een relatie, of nou ja, geen relatie misschien, maar zij hebben iets met elkaar of vinden elkaar leuk. En dat is volgens mij gewoon een vampierenjoch of zo. Ja, zoals je merkt, ik ben niet erg vrolijk over de game. Het is al verder, als het goed is, wel een leuke game. Ik heb ooit een klein stukje gezien van Delirious. Er zijn heel veel dode mensen hier. Er is wel eentje lekker bezig geweest. Zonder live in hier. Oké. Okay. Oh nee! Er viel iemand om. Oh nee. Meneer, wilt u recht in de stoel gaan zitten? Dat is een hele slechte houding voor uw rug. Alhoewel, dit ziet er nog slechter uit. Oeh, dat bloed drupt. Oeh, dat bloed drupt. Zo mooi. Dat bloed lost er kruis zichzelf op. Magisch bloed. Hallo mevrouw, ik zoek mijn oma. Die zou hier moeten zitten. Helemaal beneden. Verdieping 666. Hoe de fuck valt dat bloed? Zag je dat? Dat bloed, wat dan? Hè? Dat bloed, kijk, die vlek, wat de fuck, daar klopt geen zak van. Maar oké. Okay. We gaan automatisch naar binnen, ik woon naar achter bij de balie, maar dat mag niet. Wat kan niet echt zijn, meneer? Impossible. Ruvik is... Wie de fuck is Ruvik? The security cameras might tell us something. Oh ja. Slim bedacht, vampier. We noemen hem gewoon vampier. Dat lijkt mij een goede oplossing. En hoe noemen wij die vrouw? Daar ben ik nog niet achter. Dat komt nog. Security cameras. Zoveel camera's. Wij lopen waarschijnlijk alleen naar die te kijken. Jup. Tuurlijk. Oh nee, wat is dat? Pew, 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 pew. Oh nee, ik zou stilstaan tijdens video's. Huh? Het is Ezio. Ezio Editore. Ah, oh, misschien niet. Hallo meneer. Ezio. Gemixt met Altair. Eigenlijk is het meer Altair, want hij had een wit gewaad aan. Maar het probleem wat jullie kennen bij mij is dat ik ooit iemand een naam heb gegeven, dan blijf ik bij die naam meestal. Dus ik denk niet dat ik hem dan verander in Altair, maar dan nog steeds naar Ezio. Maar ja, we liggen op de kop. We hebben huisdieren. Ojo. Ik noem jou ratje. Wat een prachtige muziek. Oh, hallo meneer. Gaat het met jou? Jij hebt een buitenboordbeugel. Wat lief. Wat is hij aan het doen? Oh, hij is aan het choppen. Okay. Dat is een mes wat er fucking had te glimmen.
Dus ik vermoed hè, dat het een klein beetje de bedoeling is dat we dat mes pakken. Maar... ik kan nog niks. Ik kan niet eens links kijken verder. Ik zie hem iets. Hallo. Ga maar daarheen, ja. Ga je beugel maar bijstellen. Oh, neem die meneer maar mee, ja. Neem de tandarts maar mee. Het drupt wel leuk. Oh. We gaan quicktime events doen, dat is leuk. Wee. Ondertussen speelt dan steeds de 7e symfonie van Beethoven op de achtergrond. Oh, we kunnen er bijna bij. Bijna. Oh, bijna. We kunnen het. Oh, we hebben hem. En nu gaan we ons lossnijden. Auw. Was dat mes? Dat mes gebleven. Pak dat mes op, jongen, kut. Pak dat mes op, jongen. Waarom gebruiken we dat mes niet? Wat is het mes aan? Nee, dat is druk. Waarom gebruiken we dat mes niet? Oh, wacht. We gaan even douchen. Even douchen. Oh, douchen. La 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 la. Een soort vampierkind zou dat leuk vinden, volgens mij. Wat verdamme trouwens. Oh ja, sowieso. Kijken. Zo vallen we niet op. Dat is prachtig. Douchen, douchen, douchen. Maar waarom hebben we dat mes niet? Waarom niet? Kunnen we ook in stealth mode of zo? Rechter button is sneak. Oh, dan moet je ingedrukt houden, serieus. Ligt hier iets? Ligt hier een mes voor mij? Nee, wat dame. En sleutels. Oh, daar kunnen we bij. Ordinary keys. Het zijn geen special magical keys. Nee, gewoon normale keys. A keyring found in a mental hospital basement. These were in use long before the hospital's modern security system was put in. Oftewel, daar heb je vrij weinig aan. Oh, hij komt terug. La 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 la. Tegen niet tegen de muur gaan lopen. Uh-oh. Loopt hij hierheen? Nee. Oh, er zijn nieuwe lijken gekomen voor hem. Dat is leuk. Kun je spelen. Ah. Hoe weten we dat we precies de goede key hebben? Het is een sleutelbos. Er zitten meerdere keys aan. Hoe weten we dat wij de juiste hebben, Kim? Ah ja, we hebben een opgeslagen. Dat is rechtsbovenin. Of rechts onderin. Opslaan. Waar is meneer... de grote meneer? Waarom is die er niet? Oh. Hi! Rennen misschien? Klein advies. Hoe rennen we? Ik wil achter ons kijken. Nee, denk ik. Lekker mooie lange gang trouwens. We gaan over die deur. Ik zie niks. Wow! Oh, dat was mijn been. Hij was dichterbij dan ik dacht. Oh, motherfucker. Rennen, rennen, rennen. Niet veel het langzamer gaan doen. Er komen grote gasmaaiers aan. Rennen. Uh-oh. We're screwed. Oh nee, naar beneden, naar beneden. De open. Gauven. Die tuur. Wee. Glijbaan. Oh, glijbaan met dodelijke dingen. Auw. Glijbaan met zigzagjes. Aan de kant. Wee, zwembad. Dat is leuk. En dat zit allemaal onder een mental hospital. Dat is hem niet helemaal in de haak, om eerlijk te zijn. Komt hier nooit de Arbo langs of zo? Voor gevaarlijke dingen en al die shit. De game is best wel donker, moet ik zeggen. Ja, dat is wel goed, maar... dat zal ook wel moeten bij een scary game, maar hij is donker. Donker ook om lelijkheid te verbergen trouwens. Want fuck die texture. Zie je dat die texture in het midden? Ik kan niet... oh, misschien kan ik het met de muis aanwijzen? Nee. Kut. Die buizen maar in het midden zie je echt zo'n lijn lopen. Dat zijn gewoon textures die niet goed aan elkaar geplakt zijn. Dat is zo fucking lelijk. En er zit wel meer in de game. Er is wel veel meer opgevallen wat echt niet klopt. Grafisch.
Maar ik ga er verder niet al te moeilijk over doen, dat niet, maar... we hebben een checkpoint. Dat is wel goed, er zitten wel veel checkpoints in, dat vind ik fijn. Eens even links kijken bij die lamp. Wat ligt hier? Papier, hier. Hier ligt niks. Oké, gaan we die kant op. We lopen nog steeds mank, omdat we natuurlijk een gedeelte van de ketting zagen in onze poot hebben gekregen, wat natuurlijk oud doet. Uh-oh. Ah, godverdamme. Zijn we nou van bloed naar stront gegaan? Ik weet niet wat ik fijner vind, bloed of stront. Eigenlijk geen van beide, helemaal geen bloed met stront. Ah, stront met bloed bedoel ik eigenlijk, andersom. Maar hij maakt er geen zak uit. Kunnen we door deze deur? Wat ligt hier? Kunnen we hier? Kunnen hier niks? Moeten we hiermee? Uh-oh. Help! Deuren gaan uit zichzelf. Sowieso dat dit zo'n outlast moment is. Waar die duurt opeens gaat leven. Dat is te voorspelbaar. Nou, we vragen het aan deze meneer. Misschien vertelt hij het ons wel. Old note from sewer. Beside the locked gate at the far end of the sewer, there's a ladder which would take you to the old ward. If you could make it through there, you would find an elevator leading outside. You would be the one who escaped. You might be the one who survived. Oké, dat klinkt niet echt positief. Maar die dude komt niet eens het leven. Wat een wonder. Er zitten allemaal keys. Ah, daar zitten dingen voor. Dat had ik nog niet gezien. Er zit tralies voor die deur. Er zitten hier allemaal locks voor. Ik neem aan dat we dan nog een keer terugkomen, aangezien het knippert. Het zal een reden zijn dat het knippert. Ah ja, we gaan met de ladder omhoog. Je mag al... Oké, ik weet dat je een lampe poot hebt, maar je mag al iets sneller klimmen dan dit. Ik vind dit een klein beetje langzaam, meneer Constalionis of zoiets, of hoe die gast ook heet. Detective Black heet hij gewoon. Detective Black klimt sneller. Al zijn in principe een detective natuurlijk. We gaan deze moord oplossen. Dat is ons doel. Ik zou gewoon maken dat ik wegkwam, maar... Dat ben ik. Oh, daar ligt iets te glimmen. Papier. Boiler room notes. Stem system operation... Test begin. Stem. Dat is iets met je rug volgens mij. Stemcellen, zeg maar. Confirmation of brainwave synchronization. Losses minimal. Continue experiment. Agent collects the data. Okay. Anomaly occurs. Not with the subject. The stenographer claimed they weren't feeling well and then fell into a coma for reasons unknown. Doctor orders the stem system terminated. Staff begin complaining of nausea and falling unconscious one after another. Those who can still move plan their escape from the hospital, but for unknown reasons are unable to. Though the stem system would have been deactivated, subjects maintain brainwave synchronization with the host. Hey, that man appeared. Al die, die lui, zeg maar, die we hier tegenkomen, zijn dus allemaal verbonden waarschijnlijk met die Ruvik, dude. Dat is de host. En... Al die andere lui, hun hersenen, die zijn telepathisch verbonden, zeg maar, via brainwave synchronization met Ruvik. Dus hij kan die lui sturen, zeg maar. Dat is hoe ik het begrijp. Dat is al wel... Ik krijg veel informatie op zich. Is niet slecht. Dat is juist wel fijn. Dan weet je waar de fuck je mee bezig bent. Knap. Oké, we hebben opgeslagen. Waar maakt er iets geluid? Neem aan dat de deur achter ons was. Als het goed is zitten er best veel jumpscares ook in de game. Oh ja, zoals dat. Hi. RB. Het is net Outlaws dit. Verschilt niet veel. Oh.
Dat gestapel zou blij zijn met jou, meneer. Konden ze mooi de deur opentrappen en hard ook. Zo netjes. Hallo, meneer Kettings. Hey, laat dat eens even heel. Laat die kisten met rust. Wat heb je hier allemaal staan? Ik hoor die handslag, dus stond hij dan. Oh, ik dacht wel even dat hij naar ons ging rennen. Zijn we klaar? Ik denk dat we klaar zijn, hè? Oh, verkeerde moment om te draaien. Hoe kan ik die fles gooien? Zo dus. Waarom loop ik dan automatisch naar voren? Uh-oh. Waar is die deur? Zou je ons zien hier? Hij is gewoon boos omdat de tandarts zijn beugel er niet af wil halen. Ga eens weg, jongen. Kut, ga de andere kant op. Normaal met die balken kon je hem niet eens zien, hè. Oh, sneaky motherfucker. Maar we even wachten. We druppen trouwens bloed. Waarom volgt hij dat bloed niet? Oh. La 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 la. Waarom pak ik een fles op? Help. We gaan dood. We gaan dood. Auw. Auw. Dat is mooi bloederig. Mooi en bloederig van start. Dat was wel cool. Ik vraag me niet hoe die ons opeens zag. Maar ik had gewoon toen met dat flesje niet moeten gaan rennen, denk ik. Het is wel lastig om goed te hiden met hem. Maar hij is wel goed in het zoeken. Zoals je kan zien. Ah, ik weet dat hij zich omdraait. Hij is boos. Maar ik wil dat niet. Zodat hij te doen met zo'n ding. Hij komt er niet hierheen gelopen, of wel? Als hij hierheen gelopen komt, dan zijn we ook dood. Maar ik ben niet bang voor hem, dat is het hem. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Oké, ja, ze achter onze mootjes. Nou, dan moeten we weer uit die kast komen daar. Dat klinkt fout. En that's it. Er is niks op pad. Loop eens door, jongen. Kut. Ziet hij mij nu? Laat maar vanuit gaan dat hij mij niet heeft gezien. Laten we daar gewoon op hopen. Oké, wist je wel. Ren! Ren! Sneller! Deur open. Oké, save point. Checkpoint. Rennen. Kettingzaag, mannen is er.
Rolstoel aan de kant. Oh. Help. Ren. Om de rolstoel heen. Om de rolstoel. Gooi de rolstoel voor zijn bakkers. Gooi de rolstoel voor zijn bakkers. Dat zeg ik nu over de tafel. In de lift. Sneller. Niet liggen. Gooi de fles naar zijn bakkers ofzo. Doe iets. Oh, fijn dat die deur open gaat voor onze neus. Dat is heel fijn. Er zit geen eens een automatische fucking sensor. Oh, burgerman, ga weg. Doei. Oké, we zijn ontsnapt van burgerman. Goed zo. Maar ja, waar komen we uit? Die lift die gaat uit zichzelf omhoog. We hebben nergens op gedrukt. De liftdeuren gaan vanzelf omhoog. Iets klopt in het. Het is magie. Laten we het daar maar op houden dat het magie is. Bethesda Softworks presents. Fijn dat dit echt gewoon 24 fps is, hè? Die video is gewoon gelokt, zeg maar, 24 fps. Wat ik ook doe met 26, want dit is een cinematic effect. En in muziek, dat is leuk, maar ik ben wel een copyright, maar... Vandaar dat ik er ook overheen praat nu, omdat dan het geluid iets minder opvalt, hopelijk. Kijk, een geitje. Die heeft eigenlijk een antilopen, denk ik. Hey, Lucius, een familie. The evil within. Ding dong. En dat was ook de eerste part van The Evil Within. Ik hoop dat jullie het een leuke serie vinden. Ik vind het op zich wel een leuk game om te spelen nu. Nu het wat iets is aangepast om voor PC. Dat het iets speelbaarder is van 30 fps. En met die dikke balken. Dat ging maar gewoon iets te ver. Yves ook trouwens. En we zitten nu allebei wel te spelen. Want de game zelf schijnt wel heel goed te zijn. Dus ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. En dat jullie het leuk serie vinden. Of gaan vinden, beter gezegd. Want we hebben nog één part opgenomen natuurlijk. Laat het weten in de comments. En ik hoop jullie weer te zien bij part 2 van The Evil Within.